Hey hallo, daar ben ik weer. Leuk dat je bekijkt. Deze keer even een hele korte video over weer een gadget die ik heb ontdekt en waar ik al heel lang naar op zoek was. En ik heb nog niet getest, maar ik denk dat ik nu een goede oplossing heb. En het is hem dan. De Sefri Star Level Meter Radar iets. Ik ga eerst even uitleggen waarom ik nou denk dat ik dit ding nodig heb. Eigenlijk is het heel simpel. Ik ben een gadget freak en ik vind het gewoon heel erg fijn om dingen aan mijn camper te hangen of te knopen die voor mij iets toevoegen. En ik had een heel erg groot probleem eigenlijk altijd al met het niveau van mijn schoonwatertank. Dat geeft je aan in percentages, je kent dat wel, heel veel campers hebben dat. En dan geeft je aan 100%, 75, 50, 25 of leeg. En dat is hartstikke leuk, maar ik kan daar niks mee. Dat schakelt niet goed in mijn hoofd. En ik wil gewoon weten, hoeveel liter heb ik nou nog in mijn tank zitten? En dat is best lastig. En dan zeggen heel veel mensen, joh, ik heb zo'n ding niet nodig. Ik vind het niet belangrijk. Ik gooi hem vol tot hij vol zit. En als je leeg is, dan kom ik daar vanzelf achter en gooi ik hem weer vol. Nee, werkt bij mij niet. Dus ik was op zoek naar iets anders. Ik heb ook begrepen trouwens dat bij best veel mensen ook niet zo werkt. Gelukkig, ik ben dus niet alleen. Dus ik ben op zoek gegaan naar iets wat... Ja, wat preciezer is. En ik heb ondertussen een Victon erin zitten in mijn camper met een servo. Dus is een, ja, daar kun je zo'n schermpje aan hangen en dan kun je met je app uitlezen. En daaraan kun je ook zo'n ouderwetse pijlstok hangen, zo'n geverpijlstok heet dat. En die heb ik eens ingebouwd en die werkt op weerstand. Die schijnt dan helemaal tot in de bodem te liggen en dan zit er zo'n vlottertje in dit dat weer omhoog gaat. Dat moet op papier goed werken. Maar bij mij werkt dat niet, want de onderste deel, ja, hij geeft dan zeg maar 24 ohm moet je aangeven als je onderin zit. En als je bovenin zit, 180 geloof ik, maar de eerste 10 centimeter geeft hij 48 aan. Dus ja, het hele systeem denkt dat er altijd nog water in zit, een liedje of 40, en dat is gewoon niet. En dat begon mezelf een beetje te storen. Dus ik ging op zoek naar iets anders. En ja, ik kwam deze tegen. Ik zal je uitleggen hoe ik eraan kwam. Ik was dus eigenlijk op zoek naar iets wat ik zelf zou kunnen inbouwen of kunnen plaatsen en wat makkelijk was en heel precies en waar ik mee werkte met een app of dat ik daar een apart displaytje moest aanhangen of ja, via de combinatie met mijn servo, dat maakte me eigenlijk niet veel uit als het maar werkte en ik kon het uitlezen. Ik heb laatst van die Mopeka gassensoren onder de gasfles gemonteerd en daarmee kan ik in de app alles uitlezen. Komt mooi uit trouwens dat je ook nog werkt met de servo, dus ik zie hem ook nog op het scherm. Dat is mooi, maar ik ging dus echt op zoek naar iets anders. En heel erg lang zoeken en heel veel dingetjes op Ali gezien. En toen kwam ik deze bezig tegen. Het is de Sefri Star Level Meter. Wordt gemaakt in Australië. En die zag ik op een website staan en denk, hey, dit zou iets moois zijn. Het is trouwens een mooi product, metaal. Maar ja, hier niet te koop natuurlijk dat ding. Dus op de website van Australië en ik probeerde maar contact op te nemen met ze. Het was best een beetje lastig om even met contact te komen. De website liep niet lekker, de chat ging niet goed en de mailtjes kwamen niet goed binnen. Uiteindelijk wel gelukt. En ik heb gewoon gevraagd van, joh, ik ben hier lang op zoek. Ik zoek zoiets. Nou, zegt hij, wij hebben dat ding zelf ontwikkeld. In combinatie met Victron echt helemaal dingen uitgezocht. En ze hebben er in de afgelopen jaren van 900 verkocht in Australië. Het begint ook een beetje hier binnen te druppelen. Het is echt nieuw en bijzonder, want het is namelijk LiDAR. Er zit een radar in. En die meet door plastic heen. Dus het hoeft niet eens iets open te maken. Het meet er gewoon doorheen. En met Bluetooth zendt hij dat signaal naar de servo toe. Er zit een batterij in die 3 tot 5 jaar meegaat. Afhankelijk van hoe vaak jij meet en hoe diep het is. En dat is het eigenlijk. Dus ja, dat past perfect bij mij. Want ik ben niet zo goed in het monteren van dit soort dingetjes. Dus leg je er bovenop. Nou, na een heel lang gesprek met ze vonden ze het eigenlijk wel een leuk idee dat ik dat Europa ook kennis maakte hiermee. En ik heb hem gekregen. Hartstikke fijn. Ja, ik heb wel invoerrechten moeten betalen. 12 cent was het. Want dit ding kost $300. Pittig. Het zijn 300 Australische dollars trouwens. Dus dan zit je ongeveer op de helft. €150 zo'n beetje. Maar dan nog, als het werkt, dan ben ik echt geholpen en dan heb ik een oplossing gevonden waarmee ik dus niet de tank ook kapot hoef te maken en ik kan op de liter nauwkeurig zien wat er in je tank zit. Altijd. Nou ja, het is heel simpel in principe. Je moet hem erop leggen, maar vooraf moet je hem even instellen. Laat ik even zien. Heel kort, heel even nog over de sensor zelf. Dit is het dingetje. Het is van aluminium denk ik of zo. Het is metaal.
Er zit een ring op waarmee je hem dus permanent zou kunnen bevestigen. Een antennetje voor de Bluetooth-verbinding en één knop. Wat nou de bedoeling is, is dat hij de eerste keer eigenlijk op een lege tank moet zitten. Dus mijn camper staat hier en de tank is nu nog leeg. En je moet hem even instellen. Hij kan namelijk tot 2 meter diep meten en hij moet er bovenop liggen. Dus hij staat ingesteld op 3 standen. Je hebt een stand, als ik het goed heb, van 0 tot 50 centimeter, van 50 tot een meter en van een meter tot 2 meter. Dat is hoe diep die radar schijnbaar dan ingesteld staat. Standaard staat je op de middelste stand. Wat je dan moet doen is het ding in het luchtledige mikken. Dus gewoon niets. Hij moet eerst een 5 meter en dan mag je niks zien. Dan druk je die knop lang in, tussen de 5 en 15 seconden geloof ik uit mijn hoofd. En dan laat je zien wat de instelling is. Druk je dat nog een keer, dan ga je door de 3 instellingen heen die hij heeft. En ik heb deze dus nu ingesteld staan op dat je op een diepte van 0 tot 50 centimeter moet meten. Want mijn tank is 37 centimeter hoog. Nou, dat is eigenlijk alles. Dus ik ga hem nou een plekje zoeken in mijn tank waar hij kan zitten. Want ik ga hem natuurlijk niet meteen monteren vast. Ik zet hem gewoon even met een beetje plakband. Zet ik hem even vast op een dag zeker weer van nou, dat is een goede plek. En dan kan ik hem altijd nog lijmen of met nanotape of zoiets. Want hij moet alleen maar bovenop te zitten. Dat is voldoende. Kijk, ik heb ook zoveel ruimte boven mijn tank. Maar dit is dus de ruimte die ik heb om die radar neer te zetten. En wat je nu ziet zitten, datapinnetje, dat is eigenlijk de huidige pijlstok. En daarachter is nog een plekje. Dus ik moet even een plekje gaan zoeken waar ik hem neer ga zetten. Dan hoef ik hem eigenlijk alleen maar erop te leggen. En dan moet hij aangeven dat hij 37 centimeter diep is, want dat is de maat van deze tank. Ik ga gewoon proberen. En daar lig je dan. Gewoon er bovenop gelegd. Nog even losjes. Dat lijkt me een goede plek. Hij moet eigenlijk zo meer in het midden mogelijk liggen. Maar ik kan hem niet verder naar voren toe zetten. Want dan zit je tegen de lader aan van die onder het bed zit. En hij is maar 3 centimeter hoog. Maar ja, die plek heb ik nou net niet. Maar daar denk ik dat je wel goed zit. Nou, eens even kijken hoe het je doet op het scherm van de servo. Of hij al ontdekt is. Nou, zijn we in de servo. In de IO-instelling en je ziet hem al staan als Bluetooth. Ik heb hem aangezet. En dan moet je dus nog even terug naar de apparaten toe. Want daar hoort je ook te staan nu. En er staat hier ook de starttank. En wat ik heb gedaan, je moet even instellen hoe groot jouw tank is. Die heb ik ingesteld 120 liter. En je ziet hier, het sensor meet nu bij leeg, want de tank is helemaal leeg, 35,1 centimeter van waar je nu is naar de bodem. Nou, dat is leeg. Dus dat stel ik in. Als het 35,1 is, dan is hij leeg. En als het 1 centimeter is, dan is hij vol. Zo simpel is het eigenlijk. En voor de rest rekent hij zelf wel uit wat je tegenkomt, wat erin zit en niet. Dus om dat te testen, ik ga er gewoon wat water in gooien. Zoals je ziet, ik heb het altijd al belangrijk gevonden om te zien hoeveel water erin gaat. Maar ja, hoeveel je verbruikt weet je natuurlijk niet. Dus nu kan ik ook zien hoeveel water eruit gegaan is. Als het goed is. Dus ik gooi gewoon een litertje of, zou zijn, 10, 20 liter. Ik gooi gewoon 20 liter in. En dan kijk ik of dat het inderdaad het niveau omhoog gegaan is. En dat het ook een beetje overeenkomt met die 20 liter. Is dat niet zo, dan moet ik mijn volume aanpassen wat er eigenlijk in kan. Want ik heb het overgenomen van een boekje dat er 120 liter capaciteit is. Maar misschien is het maar 100. En dan klopt mijn meting natuurlijk niet, dan rekent je niet goed. Maar dat zien we zo meteen wel. Dat is 20 liter. En wat deed ik nou altijd? Die pijlstok keek ik zo'n beetje van, ja, klopt dat een beetje? Nou, de eerste 40 liter gaf je toch nooit goed aan. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb aan de zijkant van mijn tank, want ik kan een klein beetje inkijken, ooit wat streepjes gezet hoeveel liter ik in heb gegooid. Met een stift erbij gezet en dan moet ik hem met een lamp boven hangen van waar zit een streepje. Ik zeg, ja joh, dat is geen doen. En ik hoor je weer zeggen, joh, wat maak je je druk om? Ik maak me daar druk om. Maar goed, ik ga eens kijken wat op mijn schermpje staat. Nou, ik ben nu al heel tevreden. Want kijk, hij geeft 15% aan 18 liter. Dus het klopt niet helemaal. Er komt 2 liter verschil. Maar dat kan ik fine-tunen door de inhoud aan te passen. Want het is dus iets grotere capaciteit. Maar dit is top. Hij geeft gewoon aan, joh, er zit nu 18 liter in. En ik weet dat ik er 20 heb ingegooid.
Maar eens even kijken of ik dat kan fine-tunen. En daar staat je dan. Je krijgt hem niet beter dan 21. Maar ja, dat is dan toch wel... Ja, mag dus voor mij. Dat vind ik een goeie. Beetje fiedelen. Toch een iets ander plekje gekozen. Het was niet helemaal top. Dus ik heb een beetje verschoven. Nou, dit vind ik een mooie plek. Die geeft nu een constante waarde. Want hij varieert. Hij fluctueert net een beetje. Dat doet hij nu niet meer. Dus ik ga hem nu vasttapen. En dan eens kijken of hij daar vol blijft houden daar. En als dat echt een goede plek blijkt te zijn na een week of twee. Dan kan ik hem echt vastzetten. Of die tape moet goed blijven zitten. Even nog voor de goede orde. Ik heb geen aandelen, ik krijg geen commissies. Dit is gewoon naar mij toegestuurd om te testen. Ja, ik mag hem houden. Ook als je het niet zou doen, dan mag ik hem ook houden. Had ik het ook wel verteld trouwens hoor. En het vult mij perfect aan, want ja, dit is echt wat ik zoek. En het werkt. Makkelijk. Alleen ja, je hebt dus wel een servo nodig. Dat is echt een dingetje, hij werkt alleen op servo. Het is een Bluetooth low energy device. Ze zendt een signaaltje van Bluetooth uit. Volgens mij is dat wel uit te lezen, maar ik heb geen idee of dat al gebeurd is. Of dat al apps zijn die hem op kunnen pikken. Het is een vrij recent dingetje. Ik denk niet dat er op zeer korte termijn een app komt van hunzelf. Waarmee je hem kunt uitlezen, omdat hun een samenwerking hebben met Victron. Juist om dit ding te ontwikkelen en te koppelen met hun producten. Maar ik heb wel al een beetje gehoord van, nou, misschien dat daar ooit een keer een eigen app voor komt. En misschien, maar dat weet ik niet, en daar durf ik ook echt niet van te zeggen, is je wel te koppelen met andere toeltjes en programma's die Bluetooth Low Energy kunnen uitlezen en decoderen. Home Assistant misschien, ik roep maar iets. Er zullen best misschien wel dingetjes komen. Maar voor nu, alleen koppelen met de servo. En ja... Het werkt tot nu toe. Ik ben super blij. En dan ga ik een keer in de gaten houden van, nou ja, hoeveel verbruik je nou? En ik kan een waarschuwing aangeven van, joh, dat level onder dat niveau komt. Maar dat doet je servo. Mij ging het erom, kan ik goed meten? Kan ik betrouwbaar meten? En klopt het ook een beetje? Nou, tot nu toe scheelt het een litertje bijna. Ja, misschien iets minder. Want ik weet niet wat die andere meter precies heeft gedaan. Maar deze komt op 21. En wat ik erin heb gedaan is 20. Nou, daartussenin zitten we wel safe, denk ik. En ik heb niet kapot hoeven te maken, gewoon er bovenop leggen. En dit werkt dus voor alle kunststof tanks waar je er bovenkant bij kunt. Dat is wel belangrijk. Geen metaal. Dat heb ik begrepen, dat werkt niet. Dan moet je echt een gat erin maken dat je dus door het metaal... Want de radar komt niet door het metaal heen. Zo simpel is het eigenlijk. Dus wat ik ga doen is een stuk tape pakken en de camera uitzetten. Want ik ga dat even afronden, dit voor mezelf. Even lekker tapen en de camper inruimen, want wij gaan ook gewoon weer weg met de camper. Kan ik gelijk even goed testen. Vond je het nuttig? Vond je het leuk? Geef eens een duimpje. Altijd leuk. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat hieronder even ergens. Of hier. Ik ben altijd fout waar dat ding zit in ieder geval. En dan zie ik je de volgende keer weer. Groetjes. Doei.